Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Daar zijn we weer. Ja, we zijn niet weg van het scherm te krijgen, jongens. We hebben iets... Kik af en toe. Een hik en de kikker naast me. We hebben iets fouts gedaan. Nee, niet fout. Nou ja. We wilden het goed doen, alleen het ging niet. Nee, hier, we staan op een plekje dat betaald is waar we niet betaald hebben. Want foei. Je kunt hier alleen betalen met EasyPark, een app. Die is ook in Nederland, maar die werkt gewoon hier niet. We hebben daar alles aan gedaan om dat werkend in te krijgen. Is niet gelukt, we zijn gaan vragen. Er staat zelfs call en dan een nummer. Hebben we gebeld? Nee, nummer is momenteel niet in gebruik. Nee, we zijn al 2 dagen aan proberen te bellen via het Nederlandse nummer. Maar iedere keer als je daar belt, eerst wat je hoort, deze wachtrij is 40 minuten. Ja, sorry. Het is gewoon een ingesproken bandje. Dat kan helemaal niet. Nee. En we hebben even rondgevraagd bij onze medekampeerders die we weten die ook aan het reizen zijn in Noorwegen en Zweden. En die hebben allemaal hetzelfde probleem. Dus... In de toeristische gebieden, dus hier dus het fjorden, de fjordenomgeving, zie je steeds meer dat parkeerplaatsen, het is gewoon een of afgesloten grindplaat, is. Of ja, grindplaat eigenlijk, ja. Dat afgesloten is of dat er borden staan van EasyPark. Ja, dat je moet betalen. Maar goed, mag de pret niet drukken. Wij zijn gisteren dus doorgereden. In ieder geval, dat hebben jullie in de vorige vlog gezien, wij top in Vlam waren. En toen zijn we nog laat doorgereden en we staan nu, dus letterlijk 1 tunneltje door, in Goedvangen. Welkom bij onze vlog. Leuk dat je meegaat op reis naar Noorwegen. Duimpjes worden gewaardeerd. Veel kijkplezier. En zo staan we dus illegaal hier in Goedvangen. Maar wat een mooi uitzicht. Maar het ziet er zo heel idyllisch uit. Maar als ik jullie omdraai, jongens, het is gewoon een grindplaat die gebruikt wordt als parking. We staan met nog 3 campertjes. En dan zou je dus moeten betalen met EasyPark, wat helaas niet lukt. We staan hier niet voor niets, want Joy heeft iets uitgekozen. Joy wil graag naar het Vikingdorp. Dus ja, ik heb mijn Vikingtrui al aangetrokken. Kunnen we daar eens een kijkje gaan nemen. Maar dit is wat ik bedoelde met die borden van EasyPark. Dit zie je dus nu op heel veel plekken staan. Zelfs gratis plekjes langs het bos, in het bos, langs het water. Het staat er overal bij. Maar wij krijgen helaas geen verbinding. Erg jammer. Want we willen natuurlijk wel een beetje binnen de lijntjes blijven kleuren. Want anders verpesten we het voor ons allemaal. En daar staan we voor. Hè? Voor het goede voorbeeld. Maar het zij zo... We waren gisteravond te moe. Ik zeg, we blijven staan. Het is goed zo. En als er iemand komt, kunnen we altijd het verhaal uitleggen. Wat een drukte op de drukke weg, hè? Ja, het tankstation is een heel druk bezocht tankstation. Door touringcars, door campers. Ja. Er ligt nog een kanoschool bij. Voor kajakschool. Maar we hebben mooi verzorgd hier. En hier is al het Vikingdorp waar we naar binnen gaan. Ik ben benieuwd. Ik ook. En we zijn binnen. Laat je entreebewijzen zien. Ta-da-da-da. Nu ben je een echte Vikingvrouw. Ja. Leuk dat ze dat allemaal hier zelf maken. Dat ze dat verkopen. En alles wat ze hier zeg maar verkopen. Dus aan geld... binnenkrijgen wordt vloeit terug zeg maar in het dorp zelf. Ja. Leuk hè? Ja, heel leuk. Oh, daar is iemand wat aan het vertellen. Oh, dan moeten we daar snel naartoe. Ren, Joy.
Ik moet wel mijn bril opzetten. Ja, jongens, het wonder is geschied. Joy heeft besloten dat ze in het dorp blijft voor een paar weken. Niet? Echt wel iets voor jou. Mijn haren. Heel charmant. Oh, je haren. Jongens, Joy, de haren helemaal in de wild. Ik moet eerst mijn dingen opzetten. Wat moet je eerst? Wacht even. Laat op mijn gewone bril. Met mijn vel om. Ja, die bril ook niet weg hoor. Je moet eerst een vel om. Lekker, lekker snoezig. Moet je zo'n ding op? Ja, wil ik. Dan ben ik echt. Dan ben ik echt. En zo'n schild? Zo. Hilarisch. Ik zal even uitzoomen, dan ziet iedereen je in vol ornaat. Maar wel met spijkerbroek. Dat scheelt dan weer. Leuke rondleiding. Interessant, ja. Maar weet je wat ik ook leuk vind? Grappig vind eigenlijk. Die meneer wat onze rondleiding geeft, onze viking, was er onze buurman op de camperplek. En het schijnt dus dat hier mensen gewoon voor een weekend of een week komen om dit mee te maken in het dorp. En die trekken dan van. Ja, die trekken dan van vikingdorp naar vikingdorp. Als dat je passie is, is toch prachtig? Ja, het is echt schitterend als je dat zo kunt doen. Reis je rond in je camper van vikingdorp naar vikingdorp. Echt leuk. Ik voel hier een nieuwe trend aankomen, Joy. Voel je? Wel leuk, ja. En jongens, we worden getrakteerd. Achter ons zie je wolken, maar we lopen in het zonnetje. Heerlijk. Zo fijn. Eindelijk een beetje zon. Nou, we gaan weer luisteren naar het verhaal. Ja, wij gaan weer stil zijn. Och jongens, nu gaat het gebeuren. Ik zoek alvast dekking. Ga je het echt doen, Joy? Ja. Ja. Over de shoulder en let go in the front. Oké, okay, yes. Zo. Ja, werkt wel. Bijna, maar nog niet helemaal. Ja. Ja. Yay! Wat goed gedaan. De tussendoor. Dat is ook best knap. Ja. Ja, fantastisch. Yay! Thank you very much. Waar ik nu een beetje aan moet denken, Sin. Ja, gisteravond. Weet je nog gisteren toen we hier even een stukje een rondje liepen? Oh, we hebben gisteravond weer wat meegemaakt, jongens. Die auto wat dat wij liepen hier, aanreed. Daar liep een geit over de weg gisteren. En wij zagen het gebeuren, want die geit stak over. En dan komt met ook een auto en die knalt tegen die geit aan. Geit over de kop, op de weg. Stapt gewoon weer op en loopt en verder. Loopt weg. Maar ja, de auto was natuurlijk wel even gebutst. Ja. Dat was leuk om mee te maken. Ja, leuk. Het vikingdorp, leuk om een keer te doen hier in Goedvangen. En dan een rondleiding te volgen, want dan krijg je toch net wat meer informatie. Ja, dan hoor je net wat meer. En, hoe bepaalde dingen gingen bij de Vikings. Ja, je kunt ook een keer binnenkijken in die huisjes. Ja, ik kom eraan. In ieder geval, leuk om te doen als je langs Goedvangen komt om even dat museum, ik vind het meer museumachtig. Maar er zijn meerdere van dit soort dorpen in Noorwegen. Dus zie je zo'n dorp, ga vooral eens een keer kijken. En heel idyllisch, want het is gewoon gelegen naast het tankstation. En zo staan wij hier ook geparkeerd. Kijk, ik draai even die kant op. Want bij het museum voor mag je niet parkeren. Daar tegenover is een hele grote parkeerplaats, maar wederom betalen met EasyPay. En dat lukt niet. Toch, Joy? Nee, dat lukt nog steeds niet. Ja. Achter ons die blauwe lucht. We gaan een hapje eten. We gaan even lunchen en dan gaan we verder op pad. En dan zien we wel wat op ons pad gaat komen. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down.
Hoe bijzonder, ja. Zonder het te weten. We hebben ze al overal gezien op iedere vlog, hè? Bij iedereen die we tegenkomen. Oh ja. De rotondetunnel. Ja, maar iedereen die we tegenkomen op YouTube heeft deze tunnel vastgelegd. Nou, wij waren er helemaal niet van bewust. Ik zeg tegen jou. We hebben gewoon een volgende bestemming ingevoerd. En we wisten helemaal niet dat deze tunnel op onze route lag. En zoals je ziet, hij komt nu nog een keer voorbij, want we waren de verkeerde kant op gereden. Het is echt veel wat voor ons. Maar wel leuk dat we hem alsnog tegenkomen zonder dat het eigenlijk de bedoeling was. Want ik dacht in eerste instantie dat het iets bij de Laardaltunnel of zoiets zou zijn. Nee, dat was die niet. Maar dat was hem niet? Dat was een van de langste tunnels. Ja, dat was die 25, zoveel kilometer. Ja. Maar als het goed is, rijden we dan dadelijk een befaamde brug op. Een brug op, toch? Hardangerbrua. Toch? Hardangerbrua? Zoiets. Ik ben eens benieuwd. Ja hoor. Daar is die. Ja, dit is wel mooi. Prachtig. Zo, laat ze het uitzicht aan de rechterkant het zien. Oh, wauw. Schitterend. En blauwe lucht. Het zonnetje begint te schijnen. Ja, het schijnt al de hele dag een beetje. Ja, daar zijn we wel erg blij om. Want we hebben heel veel regen gehad, jongens. Niet altijd te zien op de vlog. Maar, nee, maar regen, maar ook periodes dat het wel droog was. Ja, dus ik zet het zonnebrilletje op. Mooi, hè? Ja, heel leuk. Chic hier. Nou, na de tunnel zijn we even gestopt. Mooi plekje, stonden allemaal campers. En genoeg Nederlanders toevallig. Ja, maar we hebben hier een mooi uitzicht op de brug, hè? Je zegt heel veel andere Nederlanders. Weet je wie dat zijn? Nee. Dat is de NKC-groep. Och nee, niet weer. Jawel, we hebben al bij de NKC gestaan in Geiranger, jongens. Weet je waarom ik dat zie? Ja, ik zie nummer 15 achter het raam hangen. Ik zie het ook, ja. En daar zijn mensen, daar staan die mensen. Die staan daarbij ook bij het uitzichtpunt. Ja, ik zei net, we stonden met deze mensen. Of ja, deze mensen, dat is gewoon de groep van de NKC. Stonden wij op de camping in Geiranger hartstikke druk. Die hebben allemaal bordjes achter de raam met hun namen. Vind ik persoonlijk dat iets minder, maar oké. Maar ik vond het wel leuk, want we stonden precies in de rij waar hun ook stonden. Of ja, de rij erachter. Het zijn allemaal foto's uit dit gebied. Mooi, hè? Het Hardanger. Zo, een lekker kopje koffie in het zonnetje. Wie doet je wat, jongens? Kijk nou. Het bankje is lager dan ik dacht. Ja, ik viel eigenlijk bijna. Ik zag het. Dat was toch eens een lekker tasje koffie. Oh, heerlijk. In het zonnetje. Nou, wat willen we nog meer? Maar we gaan verder. Kijken voor een nieuw plekje bij de Vorringsvossen waterval. Ja. Moet ik je even open doen? Ja, het zou wel fijn zijn. Ta-da-da-da. Gaat u binnen, my dear? Yes, yes. We can be together.
En we hebben geparkeerd. We staan bij een nieuwe stop. Sorry. Maar wauw, wat was deze route schitterend om prachtig te rijden. Ja, echt. Het was een hele mooie route. Echt gaaf. Maar die route, dat komt allemaal straks voorbij in onze flyer, hè? Ja. Die we maken. Die we dit altijd was, maken. Maar dit is wel een van onze favoriete stukjes tot nu toe, hè? Ja. Bij de Telemarksvegen. Ja, en de Telemarksvegen, de Haidangervida. We staan nu, Joy, we staan bij de Vorringsvossen. Goed netjes. Je hebt hier zelfs toiletten. Ja, mooi hè? Helemaal goed. Ja, mooi verzorgd. Dat is die plek wat ze nu aan het vernieuwen zijn. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Dit is de vaatschat. Die is echt groot, hè? Heel groot. Met verschillende etages. Maar mooi dat dat zo die kloof instroomt. Ja. En dan helemaal die kant op. Maar achter ons is ook nog een waterval, hè? Ja. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're... De brug waar Cindy nu op staat is een speciale brug. Heeft een spanwijdte van 47 meter en heeft 99 traptredes. En de hoogteverschil is 16 meter wat hij overbrugt. Filmde die. Maar ik heb het al aangepast, want ik zei al Cindy, ja, de brug waar Cindy nu op staat. Ja. Dus je moet die wel nog even in beeld brengen. Dat zal ik even doen, jongens. Kijk, hier staan we. Ja, dan zijn hier meerdere plekken waar je camper kunt parkeren bij die waterval. Ja, dus dat vind ik wel. Dit is de bovenste. En je hebt hier naar beneden waar we nu lopen, heb je er nog één met zelfs toiletten. Ja, dat is waar die toiletten waren. En afvalcontainers en heel mooi verzorgd. Hier zie je het helemaal niet, maar dit is de onderste parkeerplaats. Ja, met de wc. Met de toiletten, ja. En hier heb je de speciale campervakken.
kijk nou, dat is toch perfect geregeld. Maar je mag hier trouwens overal staan, want er staan ook daar staan campertjes. En bussen staan er. Maar als je hier naartoe wilt komen met je camper, gewoon doen, want het is heel goed bereikbaar. Ja, heel goed, ja. De weg is goed te doen. Leuke weg hier naartoe. Ja, een leuke kronkelweg naar boven. Ja. En zo'n, hoe moet ik dat zeggen? Zo'n slingerweg door de berg omhoog. Hè? Ja, zo'n ronding zo omhoog. Heerlijk. Ja, heel leuk. En wij staan hierboven. Wij staan echt helemaal op het bovenste plekje. Op de eerste rij. Dan heb je natuurlijk een prachtig uitzicht. Er was toevallig nog een plekje vrij. Ja. Dus Joy zei, kom Sin, rij door. We zetten hem hier neer. En wellicht hebben we dan nog wel een mooie zonsondergang. Wie weet. Moeten de wolken wel niet verder doortrekken. Wees gerust jongens. Ik laat Joy echt nog wel een keer in beeld komen als ze gaat koken. We hebben toch wat opmerkingen gekregen van nee, we zien niet meer veel gekookt in de camper hier in Noorwegen. Nou, ik kook toch bijna elke dag. Iedere dag? Ik heb tot nu toe elke dag gekookt. We zijn geen één keer avond gaan uit eten. Nee, wel lunchen. Dat hebben we een paar keer gedaan. Maar zo 's avonds koken in de camper. En we staan op een plekje waar campinggedrag niet is toegestaan. Dus we koken gewoon in de camper. Want maar, dat is wel, we houden ons dan wel aan die regels. Want we willen het niet voor anderen verpesten. Nee, maar we hopen wel. Tenminste, daar zijn we toch echt wel naar op zoek. Dat we nog een plekje vinden ergens. Waar we even wild kunnen doen. No. En daarmee bedoel ik buiten het kadakje bijvoorbeeld. Hè? Net zoals we dat gedaan hebben in Denemarken. Daar aan het Zettenstrand. Ja, dat was wel leuk. Dat was superleuk. Wat eten wij vanavond? Joy, vertel het ze. Een orzo met een uitje erdoor, groene asperges, een courgette, knoflook, wat kookroom. Ja, de groentebouillon, daar gaat, het wordt een eenpansgerecht. En wat krijgen we daarbij? Wacht even, ik kan nu wel uitblijven trouwens. Zeker. Een visje? Een visje met cremet is denk ik... Mosterd Hollandaise sausje. Ja, we gaan het beleven. We proberen gewoon van net alles. Net zoals dat we denken dat dit kookroom is. We denken het. We weten het niet zeker, maar we gaan het gewoon proberen. We hebben het vertaald, maar niet alles wil goed vertaald worden op de app. Ja. Maar dat is ook de charme van een ander land. Ja, dan kom je soms voor verrassingen te staan. Hè, met wat dus je de krijgt. Courgette die snijden wij in... blokjes, blokjes. Een knoflookje doen we persen. Maar ik denk dat het er meer dan worden dan één. Hè? Want ja, deze zijn wat mals. Minder, mals, niet mals. Zo scherp. Mals. Die zijn helemaal niet mals. Ja, je kunt ze zo opeten. En dan doen we de... Het wordt een soort risotto in één pan. Ja, en dan doen we de groene asperges. Die doen we nog in stukjes. Gewoon breken. Niet snijden, maar gewoon breken. Dat is het makkelijkste. Uitje erdoor en smikkelen maar. Lekker. Ik denk dat iedereen die hier om ons heen dadelijk rondloopt, denkt van... Die krijgt spontaan wat honger. Wat is dit uit die camper? Wat ruikt het lekker? Hongertrek. Oh, het ruikt al zalig. En het gaat de goede kant op. Dit is de orzo risotto. Moet nog heel eventjes. Dit is het visje. Lekker. Oh, ik moest wel lachen, hè, Joy. Ja. Want... Er kwamen hier allemaal bussen nog aan met buitenlandse gasten. Hè? Ja, Aziatische en gasten. Aziatische, en we hebben hier het raampje openstaan. En die liepen hier zo langs de camper. Allemaal zo. Grappig. Kijk, dit lokale biertje hebben we dus vanmorgen gekocht bij de Vikingen. Dat is één van de twee speciaal biertjes. Eén van de twee. Ja, die gaan we delen. Ik vind het flesje al hartstikke leuk. Ja, het is niet een bierflesje, het is meer eigenlijk zo'n... Zo'n Fanta-flesje eigenlijk. Daar staat op... Vos Flessenbrugli bis du klar fort klar voor ein Flöschkos. Ja, en... Dat, ongeveer. Als dat de goede tongval was. Ja, hè? Weet je, als ik dat nou opgedronken had en dan zo zou praten, dan zou ik zeggen... Ja, wat is toch niet zo... Ik ga hem openmaken. Een hele hoop gelul voor niks. Even kijken. Oeh, het schuimt. Die vind je niet lekker. Nee? Nee, ruik. Die ruikt best goed.
Ha, delen. Wel de helft, hè? Oh god, begint ze weer. Deze kan ik niet uitwringen, want het is een rond flesje. Elk flesje is rond. Dat is niet waar. Oh ja, zo, ik ben aan mijn glas, ja. Schuimpje zuigen. We zuipen niet hier, we drinken, zooi. Wat moeten de mensen wel niet van je denken? Van mij niet, van jou. Zie eens hoe het gaat als zij achter de camera staat, hè jongens? Ik zit nog steeds. Ja, je zit nog steeds. Oh, het is net of je al bier gehad hebt. Je doet vervelend. Kijk eens, perfect gedeeld, schat. Ja, ja. Nou. Nou, dat is het toch een... Een beer with a view, hè? Een beer with a view. Want wij staan hier op de Veuringsvossen met die hele mooie waterval hier. Die is van jou. Oeh, ja, wacht. Hoe gaat het? Moeilijk, hè? Twee dingen tegelijkertijd. Ja, ik wilde het zo doen. Oh, je wilde het zo doen. Je wilt de mensen laten meekijken. Beer with a view. Ja, kom, wij proosten. Wij proosten op een hele leuke dag. Ik heb genoten. Pong! Ik ook. Mm-hmm. Proost. Oh, lekker. Die is lekker, ja. Daarmee willen we jullie bedanken. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. De droombeelden, helaas, de zonsondergang was anders dan dat wij gepland hadden, want er kwam een wolk aan. Maar niet getreurd. Misschien wordt het morgen vroeg weer mooi weer en dan gaat hij de lucht in. Maar als dat gebeurt, dan zie je dat in de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. En ik zeg chin chin, tot bij de volgende. Tot bij de volgende. Doei! Dat is lekker, ja. Vikingbier.